egoïst die alleen maar met zichzelf bezig is. Je hebt ons gewoon niet nodig. Weet je wat, ik vertrek met de kinderen. Joh, als je dat doet, dan trek ik de kop van je romp af. Nou, kom dan op. Doe dan. Doe dan. Fuck jou. Oh ja, dat is het enige waar je goed in bent. Je staat in die kamer en dan hoor je je ouders beneden ruzie maken. En dat geluid dat komt steeds dichterbij. Ophouden, trut! Ophouden! Dus het komt heel dichtbij. Maar ja, je kan heel weinig doen. Het is niet tegen jou gericht, maar je ervaart de agressie wel degelijk. Ik heb wel meegemaakt dat een deelnemer die zelf notabene vroeger ook huiselijk geweld heeft meegemaakt. Ja, dat hij toch zei, jeetje, ik wist dat het heftig was, maar nu hè, was ik zelf diegene die stond aan het ruzieën was. Nu ik dit onderga, deze simulatie, besef ik me weer hoe heftig het is voor een kind. En die was er echt wel door ontdaan. Mensen die geven aan dat het een hele intense ervaring is. En dat ze nu toch wel weer met de neus op de feiten zijn gedrukt. Dat het echt heel onprettig is en onveilig, een onveilig gevoel oplevert als je ouders ruzie maken waar jij bij bent.